Lieve mensen, met Christel gaan mannelijke en een vrouwelijke tweelingzielreading doen. Aan de linkerkant ligt de mannelijke tweelingziel en aan de rechterkant de vrouwelijke tweelingziel. Of soulmate of mannelijke energie, hoe je het maar noemt. Als het beestje maar een naam hebt. Ik ben steeds hees terwijl ik haast niet hoest. Soms een beetje de antibiotica's aan het uitwerken en dan hoop niet dat ik weer terugval. Maar goed, ik heb wel genoeg energie, dat wel. Dus, tenminste beter dan het geweest is. Maar goed, ik hoop dat ik zonder stemverlies verder kom hier. Vergeet niet te liken, te abonneren op mijn kanaal. En, we gaan beginnen. De mannelijke energie. Hij wordt begeleid door het universum, net als een kindje hier is te drijven. Doet me denken aan de kleine Mozes, die in zo'n mandje ook op de rivier afdreef, met naar het land Egypte. Je wordt begeleid, al je hele leven waarschijnlijk mannelijke tweelingziel. Ook had je dat misschien niet door. Je hebt waarschijnlijk een speciale taak op aarde. En belangrijk dus dat jij beschermd wordt en daar naartoe begeleid wordt. De vrouwelijke tweelingziel, die voelt zich misschien een beetje apart in een boom zitten. Het is tijd eigenlijk voor haar ook om haar waarde te zien, om misschien er iets mee te doen. Dat ze ook niet gevangen zit in een situatie. Dat ze zich bevrijdt. Ze heeft vleugels, dus ze kan vliegen. Maar ze voelt zich toch een beetje door de situatie een beetje toch wel vastzitten of zo. Ook zij wordt natuurlijk begeleid, hè? Door het universum. Dan heb je de mannelijke tweelingziel. I am destined. Ja, je bent bestemd om te gaan vliegen nu, hè? Zit op een vogel. Luister naar de muziekboodschappen die je krijgt. Die kunnen hele goede tekens geven. Vooral als je bijvoorbeeld net je auto instapt. Eerste liedje of een winkel. Of op je werk. Het eerste liedje of dat je dat liedje in je hoofd hoort is heel belangrijk. Je bent bestemd naar een bepaalde richting te gaan. Daar word je naartoe begeleid, hè? Waarschijnlijk richting een vrouwelijke tweelingziel. De vrouwelijke tweelingziel. Ja, die mag zich openstellen voor de mannelijke tweelingziel. Ook misschien naar andere mensen. Let wel op met wie je omgaat, hè? Maar stel je ook vooral open naar het universum. Maak die verbinding met het universum. Wees dankbaar voor alles wat je krijgt van het universum. En alle boodschappen die worden doorgegeven door het universum. Ook door middel van liedjes, maar ook andere tekens. En je weet heel goed wat voor tekens dat zijn. De mannelijke tweelingziel. Ja, luister naar intuïtie. Is misschien voor mannen iets moeilijker dan vrouwen, maar ze gaan dat steeds meer leren. De vrouwelijke tweelingziel. Ja, wordt ook steeds meer bewust. Ik denk dat ze beide meer bewust worden. Ook meer bewust van deze connectie. Dat ze eigenlijk bij elkaar horen. Maar nog net de stap niet durven te zetten. Ja, het zoete komt eraan, mannelijke tweelingziel. De liefde. Een hart in de vorm van een lolly. Je wacht misschien al langer op het zoete. Misschien was het leven al een tijdje zuur, mannelijke tweelingziel. Ja, zij mag ook vertrouwen in die verbinding, hè? Die rondjes en dat hartje. Die verbinding met de mannelijke tweelingziel, ook al duurt het heel lang. Ja, en dan weet je niet waaraan het ligt, hè? Omdat er misschien geen contact is. Dan denk je, waar blijft die? Oké, maar de mannelijke tweelingziel mag rusten. Misschien hebt hij iets achtergelaten. Is misschien een scheiding of iets van baan verwisseld of wat dan ook. Of een moeilijke tijd gehad. Dus hij mag rusten.
rust is heel belangrijk nu voor de mannelijke tweede ziel. Ja, de vrouwelijke tweede ziel, ja, die verlangt weer naar de zon. Ja, er is natuurlijk zon, maar de zon in haar leven. En dat is de mannelijke tweelingziel. Honger naar die zon. Honger naar die liefde. Misschien hunkert ze wel naar die liefde van hem. Maar ja, hij moet rusten. En balans vinden in zijn leven. Misschien is hij... Ja, hij loopt meestal een beetje achter op de vrouwelijke tweelingziel. Dus zij is eerder klaar waarschijnlijk als hij... Dus dan moet hij nog even rusten en nog even alles in balans brengen. Ja, zij is heb honger naar deze liefde, naar deze mooie liefde. De verlangen naar hem is groot waarschijnlijk op het ogenblik. Dan hebben we hier, ja, hij moet stil zijn. In de rustpauze. Niet te hard werken, mannelijk tweede ziel. Misschien heb je net vakantie. Kan ook, hè. En de vrouwelijke tweelingziel die mag een dankbaarheidslijstje maken. Laten zien hoe dankbaar ze is van de dingen die ze al gekregen heeft van het universum. En die begeleiding die ze krijgt. En die dromen en die mooie signalen uit de natuur misschien. De mannelijke tweelingziel. Allowing, dus staat toe. Accepteer. Nu nou zeg ja. Wat er nu gaat gebeuren. Hè? Dus sta nu volledig toe wat het universum jou wil geven. En zeg er ja tegen. Dat kan betekenen dat je wel bepaalde keuzes moet maken. Want er komt wel iets moois. Er komt wel een nieuw begin. Voordat het volgende zich kan aandienen. En de vrouwelijke tweelingziel die mag meer dankbaar zijn voor het universum. Voor de grote hulp die ze heeft ontvangen van het universum. Die grote assistentie van de engelen. Van het universum, van Jezus. Ze is ontzettend gegroeid in al die jaren. Dat ze wacht op hem. En natuurlijk zelf ook groeien. Maar dankbaar voor het ontvangen van dit allemaal. Dus wees nederig voor het universum. Bedank het universum. Maak een lijstje. Je hoeft niet per se op te schrijven. Maar bedank God voor alles wat je hebt gehad. Dat hij je hebt zo doen groeien, hè, de afgelopen jaren. Dat je niet meer de oude was. Hè, dat je veel meer sterker bent geworden. De mannelijke tweelingziel, ja, die mag zich bevrijden. Libellen staat voor transformatie. Ik zie de laatste tijd veel libellen en meestal zitten ze aan elkaar vast. Soms vliegen ze echt voor mijn hoofd. Die zitten echt aan het paren op het ogenblik. Al die twijfels en zorgen mag je aan de kant zetten, mannelijke tweelingziel. Want je gaat je bevrijden. Er komt een bevrijding. Dus niet meer twijfelen, geen angst meer hebben. Als die aan haar komen, jaag ze dan weg uit je systeem. De vrouwelijke tweelingziel moet misschien iets opofferen. Soms moet je iets opofferen wat echt pijnlijk is. God snijdt dingen door wat je niet meer nodig hebt. Illusies, obsessies, verslavingen. Het is de opoffering voor liefde. Dan hebben we hier zelfliefde voor de mannelijke tweelingziel. Je mag die muur afbreken om je heen, mannelijke tweelingziel. Je mag weer van jezelf houden. Want er komt stam voor uit jouw innerlijk kind wat erg kwetsbaar is. Ik hoop dat je het intussen geheeld hebt. Weet dat de kwetsbaarheid dus vaak uit je jeugd komt. Ik weet hoe ik beter voor mezelf kan zorgen. Als nooit af van tevoren.
Ja, jij bent niet meer dat kleine jongetje, mannelijke tweede ziel. Je bent nou de volwassen man die zorgt voor zijn innerlijk kind. Innerlijk kind mag je ook mee spelen. Ik heb laatst nog met mijn kleinkinderen geschommeld. Op de draaimolen. Ja, dat vond ik vroeger als kind leuk. En dat vind ik nog steeds leuk om te doen. Hij brak wel bijna, maar goed. Doe dat ook, hè. Doe, ga leuke dingen doen gewoon voor je innerlijk kind. Als je kind van vliegeren hield, of als kind, ga dan ook een vlieger kopen. Ga lekker vliegeren. Maar doe alles om je innerlijk kind tevreden te stellen. Desnoods ga je zitten kleuren of tekenen. Alles om... dat jij nu de volwassene bent over dat kind. Ja, divine love, dat is ook divine love. We hebben ook die verbinding met het universum. Begin een liefdesrelatie met spirit. Wees dankbaar voor je wat je hebt gehad. Bedank God dan, hè. Maar dit is ook een divine love, een goddelijke liefde. Een tweelingzielliefde is een goddelijke liefde. Een mannelijk tweelingziel, je bent het ook waard allemaal. Je bent geliefd, ook weer bij het universum. En zie je ook hoeveel waarde men van je houdt, hè, ook aan de andere kant. Hoewel mensen kunnen hard zijn natuurlijk, maar het universum heeft jou echt wel op een gouden schaaltje, denk ik. Dus je bent heel veel waard voor het universum en voor de vrouwelijke tweelingziel ook. Signalen. Ja, een vrouwelijke tweelingziel krijgt ook heel veel signalen, een mannelijke tweelingziel ook. Allemaal boodschappen van het universum. Ja, de mannelijke tweelingziel, die moet zijn moed hebben. Zie je jouw kracht in de wereld. Ja, misschien heb je nog een levensmissie. De vrouwelijke tweelingziel kan al daarmee bezig zijn. Misschien heb je ook nog een missie samen nog. Ja, dat weet je soms nog niet, hè. De vrouwelijke tweelingziel. Ja, de zon. Ze wil samenkomen. Ze is bewust geworden. Ja, ze wil gewoon gelukkig worden. Ze wil gelukkig worden met hem. Ze wil zijn zoon, ze wil dat hij haar ziet als zijn zoon. En hier zo de chakra balans. Ja, de chakra's moeten helemaal in balans zijn. Vrede. Wees rustig, mannelijke tweede ziel. Wees in balans. En voel die vrede in je. Voel die liefde in je. Misschien voel je steeds meer liefde in je leven komen. Gewoon in je systeem. Misschien liefde dat je voelt vanaf de vrouwelijke tweelingziel van het universum. En dat geeft vrede. Veel rustiger worden als eerst waarschijnlijk. De watergodes in de flow. Ja, het leven is een ebb en flow, hè. Ebb en vloed. In het leven. Ene keer sta je diep in het water en de andere keer sta je weer op het droge. Dus dat is het leven, ups en downs. Ene keer gaat het wat beter dan de andere keer. Goed, dan hebben we hier mannelijke tweelingziel. Ja, lijkt of je ergens doorheen wordt geblazen. Ook overvloed komt er. Je staat ergens voor. Wil misschien een doorbraak komen. De vrouwelijke tweelingziel. Die heeft soulmate. Twee figuren zie je hier. Ja, de oude wonden moeten weer hersteld worden. Dus tussen de twee, hè, moeten dingen uitgesproken worden. Er zit nog een zwaard tussen, lijkt wel.
Ze willen elkaar bijna kussen hier. Ja, er moet wel iets uitgesproken worden in ieder geval. Dus, om oude wonden te helen. Want er zijn natuurlijk wel dingen gezegd wat niet klopt. Vrouw aan de kant van de mannelijke tweede ziel, die heeft heel vaak die leest zijn liefde eigenlijk afgewezen. Maar ziet dan wel in dat toch dat jij het toch bent voor hem, hè? Hij mag die de gift ontvangen, cadeautje ontvangen. De Holy Graal, de Heilige Graalcode. Ik zie toch een beker van liefde. Ja, dus nog even stil zijn, nog even in balans komen. En dan komt die liefdesbeker voor de mannelijke tweelingziel. En dan hebben we hier Twin Flames. Ja, dit gaat heel erg groeien. Deze liefde, als jullie bij elkaar gaan. Jullie groeien ook steeds meer naar elkaar toe. Maar ook als jullie bij elkaar zijn, gaat deze liefde steeds meer groeien. Maar je hoeft niet te haasten natuurlijk. Je kan het langzaam opbouwen. Dan hebben we hier, maar voor de mannelijke tweelingziel, Manifesting Miracles. Jouw droom wordt gauw, ja, dus je mag je dromen manifesteren. Jouw dromen worden dus gauw realiteit, dus de waarheid. Ja, vertrouw op je hart. En volg jouw begeleiding van je gidsen. Dus gauw komt het, ja, wordt het realiteit. De vrouwelijke tweeënziel. Ja, bedankt voor de zegeningen van liefde. Soon to come your way. Ja, komt gauw iets naar je toe. Bij hem ook. Je wonderen worden gemanifesteerd. Alles wat je hartje begeert, vrouwelijke tweelingziel. Wat je echt verlangt. Op het ogenblik is dat waarschijnlijk de mannelijke tweelingziel waar je naar verlangt. Naar die liefde. Honger naar die liefde, naar die zon in je leven. De mannelijke tweelingziel. Deep in your heart, you already know the answer. Do what feels right. Eigenlijk weet je al wat je moet doen, mannelijke tweelingziel. Misschien heb je nog weinig mensen verteld. Maar tijd misschien om dat te vertellen. Dat je eigenlijk een bepaalde keuze moet maken voor jouw vrouwelijke tweelingziel. Dat weet je, daar word je naartoe geleid. Ook heb je misschien tijd verzet. Het universum wil toch dat het goed komt, hè? En een vrouwelijke tweelingziel, ja, kijk goed in je hart. Dan zal je mijn liefde voelen. Mijn liefde voor jou is diep als een oceaan. Dat zegt de mannelijke tweelingziel. Ja, die liefde is, die voelt hij waarschijnlijk wel. Hij voelt ook misschien ook wel als je een beetje chagrijnig bent. De energieën zijn toch met elkaar verbonden. Maar hij voelt ook die liefde die je voor hem hebt. En ja, ja, andersom gebeurt dat ook. Hè. Jij voelt ook wanneer hij die liefde uitstraalt naar jou. Want zijn liefde is zo diep als een oceaan. Dit moest ik even afplakken. Maar er staat op passion. Passie. Magnetische aantrekkingskracht. En daar mag je van genieten straks, mannelijke tweelingziel. Misschien heb je een tijd geen passie meer gehad. Maar niet de echte passie wat je voelt misschien voor de, straks voor de vrouwelijke tweelingziel. Heel andere liefde waarschijnlijk dat er zijn. Samensmelting en weet ik het allemaal. Power, ja, de kracht, de vrouwelijke tweelingziel. Weet precies wat goed voor haar is. En ze weet ook wanneer ze nee moet zeggen en weg moet lopen. Op welke momenten ze weg moet lopen. Van bepaalde relaties misschien. Van bepaalde mensen. Dat je denkt, ik weet het niet. Volgens mij blokkeert deze vriendschap.
een relatie mee om samen te komen met jouw mannelijke tweelingziel. Of je hoge zielsconnectie. Hè? De mannelijke tweelingziel, embrace. Hij mag dingen omarmen. Hij omarmt hier een meisje. Want dit is de toekomst. Dit is iets wat het universum bewaart voor jou. Dat je iemand mag omarmen. Iemand die terugkomt in je leven. Dat zal de vrouwelijke tweelingziel zijn. Misschien heb je heel lang geprobeerd om haar van je af te schudden. Maar dat lukt niet. Omdat het voorbestemd is. Als het universum iets wil, kan je eigenlijk niet meer tegen verzetten. Dan is dat voorbestemd. Dan ga je toch die liefde weer voelen. Nadat je zegt, nee, ik wil jou niet. Of we passen niet met elkaar. Of we zijn vrienden. Dan komt toch weer het moment dat je weer die liefde gaat voelen. De vrouwelijke tweelingziel, ja. Die wil zich wel verbinden met de mannelijke tweelingziel. Een succesvolle relatie opbouwen. Misschien ook wel trouwen. In ieder geval een hogere zielsconnectie met hem opbouwen, verloven. Desnoods een vriendschapsring. In ieder geval, ja, ze wil wel die verbinding met hem. En hopelijk wil wensen natuurlijk dat hij dat ook wil. Ja, verlichting. Ja, als je eenmaal in de staat van verlichting bent, is daar geen, dat je los van elkaar bent. Je bent tenslotte één ziel. En we zijn ook één met de goddelijke. We horen bij elkaar. Maar ja, de tweelingzielen, dus eigenlijk ja, twee gesplitste zielen die één moeten worden. Dus misschien is je al bijna bij de staat van verlichting. En de vrouwelijke tweelingziel, intens. Ja, een ware zielsconnectie. Je hebt grote dieptes en ook wel weer hoogtepunten. Maar het is een super intense relatie, omdat je het vaak jaren duurt ook. En soms ook helemaal geen contact. En het is alleen dan werken aan jezelf. Respect. Respect voor je relaties, voor de mannelijke tweelingziel. Ja, bij de hele tijd heeft die vrouwelijke tweelingziel eigenlijk niet zo respectvol behandeld. Maar meestal doen ze dat allemaal. Dat je denkt, waarom doet hij dat? Ik ben zijn grote liefde. En toch heb je geen respect voor mij. Behandelt hij mij als een voetveeg. Dan, als je daar natuurlijk niet klaar voor is, vrouwelijke tweelingziel. Want jij verdient die respect voor hem, hè, van hem. Dan wijs je hem de deur als hij niet respectvol met je om kan gaan. Als je alleen maar gebruikt om bijvoorbeeld seksueel aan zijn trekken te komen. Hè? Goed, illusie. Ja, ze zit vrouwelijke tweelingziel denk ik ook vaak van misschien is het illusie. En misschien denkt hij dat ook wel eens. Maar het is toch een ware zielsconnectie. Maar soms twijfelen beide partijen wel eens, denk ik. Maar dan krijg je weer een teken van, oh ja, dit is echt waar. Hij is mijn tweelingziel of zij is mijn tweelingziel. Ik heb weer een teken gehad. Goed, en wat wil hij zeggen? Hij doet het achter elkaar. Ik heb nog steeds een stem. Hij wil zeggen, iedereen die onze relatie wil afkeuren, verwijder ik uit mijn leven. Heel goed. Ik speel geen spelletjes meer. Ik ben veranderd ten goede. Mijn engelen helpen mij om alles te manifesteren en dat is ook zo. Er zijn op het ogenblik veel conflicten in mijn leven. Die conflicten zorgen ook wel dat hij makkelijke dingen kan loslaten. Hè? En dat geldt ook voor de vrouwelijke tweelingziel.
Ik haat die leegte in mijn hart. Sinds jij weg bent, ben ik niet meer gelukkig. Nee, als er geen contact meer is, mis hij je heel erg. Voelt hij die leegte? En dit is dan ook weer voor de mannelijke tweelingziel. Ik wil nu het juiste pad bewandelen. Ja, hij baalt ook van dat het zo lang duurt waarschijnlijk. Maar ja, als je er niet in actie komt, als hij je geen keuzes maakt. Ja, dat kan natuurlijk ook in een vrouwelijke tweelingziel liggen. Ja, dan moeten toch keuzes gemaakt worden om naar elkaar toe te komen. Een vrouwelijke tweelingziel zegt, ja, ik ben zo moe. Moe van dit wachten, van deze eindeloze, lange, meeslepende tweelingzielenreis. We trekken elkaar telkens opnieuw. En daarom zijn jullie misschien uit elkaar. Heeft de vrouwelijke tweelingziel besloten van... Ja, of hij, dat kan natuurlijk ook, hè. Maar meestal heel vaak is dan weer de vrouwelijke tweelingziel die dan het opgeeft. Ik ondervind te veel tegenwerking. Ook in de liefde, hè, voor hem. Misschien dat mensen ook beïnvloeden. Maar ja, ook tegenwerking dat hij dus dingen zegt van ja, we zijn alleen vrienden en voor de rest voel ik niks voor je. Ik ben niet van plan om iets, mijn relatie op te geven die ik nu heb. Kan van alles zijn. Hè. Waarom kon je hart niet openstellen voor mij? Vraagt ze zich af. Ja, de mannelijke tweelingziel is vaak van het verstoppen van zijn gevoelens. Ze kan heel goed zijn hart afsluiten. Tot grote frustratie van de vrouwelijke tweelingziel. Ze wil wel later weer leuke uitjes samen plannen als jij er weer bent. Dus ze zit wel te denken over de toekomst. Leuke dingen doen samen. Ik wil uit deze situatie vluchten. Sowieso wil ze vluchten uit het lange tweelingzielenproces. Ja, ze wil niet meer geforceerd ermee bezig zijn. Ze wil eigenlijk leuke dingen doen en gewoon kijken van ik zie wel wat er komt. Of die nog komt of niet, of dat ik contact opneem of niet. Ze is zo gegroeid. Ze houdt zoveel van zichzelf. Dat ze denkt van, ja, ik ga hier niet heel veel mee bezig zijn. Ik ga concentreren op andere dingen, op hobby's of weet ik het. Of mijn huis opruimen of ga niet meer achter mijn tweelingziel aan lopen. Hè? Of bellen of appen. Wat ze me misschien in het begin wel gedaan hebben. Maar dat doet ze niet meer, ze wacht gewoon af. Ze is gewoon een afwachtende situatie of een houding van ik zie wel wat het universum wil met mij en met tweelingziel. En dan, ik krijg wel tekens en signalen dat hij het bijvoorbeeld is. Maar ja, voor de rest weet ik niet misschien wat er allemaal speelt. Als er geen contact is, weet je ook niet of hij nog weer iemand anders gevonden heeft als het heel lang duurt. Nou, wees dan gerust. Meestal als jullie voor elkaar bestemd zijn, dan wordt zo'n relatie, wordt dat dan toch minder. En dan gaat dat toch weer uit of zo. Goed, dat was mijn tweelingzielen reading. Ik hoop dat je genoten hebt. Vergeet niet te liken, te abonneren. En dankjewel voor het kijken. Doei!